Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we hier met mijn vriendin. Ja. This is my girlfriend. Little girlfriend. I'm gay. Want hij heeft de piemel. Of hij had de piemel. Heel veel YouTubers hebben een vriendin. Heel veel YouTubers gebruiken hun vriendin ook gewoon omdat je weet als je vriendin hebt met dikke tetten, dan maken ze daar waarschijnlijk een fap video over. En vanaf daar een fap video gemaakt is over je vriendin, dan ben je binnen. Het is hetzelfde als Pokémon kaarten. Hoe meer Pokémon kaarten, hoe cooler dat je bent. Ik heb er heel veel. Duidelijk dat ik heel cool ben en dat ik heel veel Pokémon kaarten heb, dus oké. Welke YouTuber heeft er nu de mooiste vriendin? Is het Ties? Nee, wacht, Ties heeft geen vriendin meer. Is het Gio? Andere mensen die een vriendin hebben, who knows? Dat zien we vandaag in de... Oh, wacht, zei ik net Pokémon kaarten? We got the openste Pokémon! Kijk, ik had heel veel zin om eens zoiets op te doen en te kijken wat mijn luck is. Besef even hoe nice deze doos eruit ziet. Pretty nice. It's pretty neat. Niet verwachten dat ik een goede video ga maken over hoe ik Pokémon kaarten open doe. Maar even om deze video te beginnen. Live pack opening. The fuck doe je dit open? Dit bestond vroeger niet. Dit is een nieuwe doos. En in die nieuwe doos zit er een fucking grote Pokémon kaart. Het ziet er gewoon illegaal uit. Oké. For what the fuck. Kom, maken ze een grote Pokémon kaart en verwachten ze dat die kwaliteit goed is. We got a nice card right here. And we got the same card, but bigger. Nice. Ja, deze kaart is ook helemaal naar de kloten. Want je kan het er zo niet deftig uithalen. Dus echt de reden waarom we hier zijn gekomen vandaag is om dit open te doen. Snap je? Deze leuke kleine dingetjes. Shit. Shit. Meer shit, hey, dat zijn de oude kaarten, want deze zijn herdrukt. Oh, shit. 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 Allemaal. Shit. Oh. Dit zou goed moeten zijn. Weet je wat gay is? Dat ik deze al heb. Godverdomme. Dan dacht ik dat ik geluk had. Dan is het iets wat ik al heb. Oké, nu heb ik twee keer dezelfde. Is pretty nice. Nu heb ik deze rare kaart twee keer. Dat is sick. Ladies and gentlemen. Het zijn de leukste video's om te kijken op YouTube. Het zijn de video's die de meeste views halen. Het zijn FAP-video's. Ik zie Jultje Tielemans staan. Ik zie Famke Louise staan. Ik zie Luca Sonnemans staan. Zeg eens het, ja. Woe! Lucas Sonnemans, FAP-video deel 2, vriendin Ties, dikke bellen. De makers van deze video's moeten echt meer erkenning krijgen. What the FAP Nederland? Dan zijn er van die zieke mensen die vragen, doe af, kijk dat. Rune van Gorp, de zus van Ties is 12 of zo. Kan je echt niet maken, man. Deze video's hebben ook intro's en zo. Welkom, kijkers, bij een nieuwe FAP-video. Haha. Begin maar al met je broek uit te doen. We go! Laat beneden weten wie we de volgende keer moeten doen. Sowieso zit er hier een heel fucking bedrijf achter van jonge kinderen die zich bezighoudt met dit. Deze intro duurt fucking lang. Ah, shit! Hey, boys! Deze mensen verdienen hier geen geld mee, want dit wordt gedemonetized en zo waarschijnlijk ook gestrijd. Oei, oei, er is gek geëdit. The crazy edits. Ah, dit is heel raar om naar te kijken. Oei, yo. Weet daar allemaal kleine kindjes hier allemaal rare dingen mee. Ik word een beetje licht aan mijn hoofd, maar oké. Kijk, weet je wat ding is van deze video's? Dat, ik wil hier niet eens naar kijken, dit is fucked. Heel veel kleine kinderen zijn waarschijnlijk gewoon fucking blij dat dit geüpload is. Want bedoel, die willen nog niet naar zo'n andere site gaan, maar dat die denken dat er allemaal virussen op hun pc komen. Dit zou strafbaar moeten zijn. Sorry, ik kan er niet op fappen, dus toch maar naar Pornhub. Hoezo is Pornhub je tweede keuze? Hoezo heb je het zelf geprobeerd om hierop te... Ah! Ik wou naar het Instagram-account kijken van Tisse Chicky. Maar jammer genoeg heeft ze haar Instagram verwijderd en heeft ze een nieuwe gemaakt. Toch heb ik de laatste foto die ze heeft gepost. Dat is deze. Ja, dat is niet Ties. En als het Ties is, dan is Ties heel veel veranderd. Maar dus heeft Ties gewisseld voor iemand anders. Dat is deze guy. Die verrast het wel op Enzo Knol lijkt, maar het is hem niet. Gefeliciteerd, Luca, met je nieuwe vriend. Even Ties gebruiken voor het geld en dan bij iemand anders. Ik vind het niet erg. Good job. Ik wou Ties breken, maar jij hebt het gedaan, dus... Great work, girl. Yo, als je hierop kan fappen, dan ben je echt wel goed. Dan ben je echt gek. Ze heeft eigenlijk gewoon haar ziel verkocht aan Ties. En Ties heeft daar allemaal geld mee verdiend. En dan is ze weggegaan. En dan iemand anders gegaan. Nee.
mooi, sterk. Er is een hele community van gamers. Er is een community van YouTubers die video's maken zoals mij. Van streamers. Er is een community van meisjes, van beauty channels. Van alles heb je een hele community. En van de FAP video's heb je ook communities. Je hebt YouTube, FAP, What the FAP, Nederland, FAP Express. Fucking nice. De leukste filmpjes. En dan denk je van, hey, leuke filmpjes. Er zijn echt fucking veel FAP video's. Ik bedoel, deze is 6 dagen oud. Er is zelf een leuke beat. Zodat je kan fappen op de beat. Yeah. Ik hou van de slow motion. Ze hebben zo echt slow motion toegevoegd, zodat je alles in slow motion ziet bewegen. Dit bedoel ik met de slow motion beelden. Ja, even die slow motion toevoegen. Oeh! Slow! Ik wil even een minuut stilte voor alle kinderen die gefapt hebben hierop. Haha. Damn. Beetje sexy, hè? Godverdomme. Ergste wat niemand eigenlijk beseft, is dat dit gewoon compilaties zijn van stukjes uit video's die ze wel hebben geüpload. Eigenlijk doen ze helemaal niks verkeerd. Dus daarom kunnen deze dingen niet gestrikt worden, omdat je niks verkeerd doet. Je uploadt gewoon de beste momenten in één video. Dan kom je op dit uit. Kijk, Gio. Ik bedoel... Dag mama. Kijk, dit filmen, dan komt het sowieso in de FAP Express of op What the FAP Nederland. What the FAP? Kijk, natuurlijk, even de handen. Hey, ik wil niet op What the FAP Nederland komen. Help niks, je staat er toch op. Elke fucking keer. Dus zo. Maar snap je, het ding is, al die kindjes vinden het gewoon leuker dat je zo doet. En als je zo doet, ja dan... Je maakt het niet beter door je handen daar te houden. Je maakt het alleen maar erger. Het stopt niet. Er zitten zelfs zooms in en shit. Dank de leukste filmpjes voor dit leuke filmpje. Ik ga je channel in de beschrijving zetten. Wat een video. In de comments delen ze altijd de beste momenten van de video. Of ze delen wanneer ze zijn klaargekomen. Deze guy op 1.18. Dan zie je Snap King zijn hoofd. Dat is het beeld die je wel ziet. Dit stuk video ben ik nu aan het kijken. Is er een guy van weet ik veel. Hoe oud is dit? Norijn van der Poel. Ik gok 8 jaar. Victor Bouw had geen... stijven. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ja, jammer Victor Bouw. Dat is wel de bedoeling van deze video, sorry. KKR harde kontseks. Hey. Volgens Crazy Exploits is 2.25 het hoogtepunt van de video. Ik als bekende YouTuber wil toch even checken wat dan het hoogtepunt is. Ik ben benieuwd. Je ziet fucking alles. Mijn microfoon... Dat echt niet meer lang blijven plakken aan die plakband, hoor het. Ach, fuck, daar gaat de popfilter. Waarom is er hier een slow motion op? Wat? Ik weet niet welke ziektes er door je hoofd gaan als je dit aan het bewerken bent, man. Je doet het voor de community en voor de jongens die op zoek zijn naar seksvideo's op YouTube. Funk Louise. Geil, Timmerman Masturbating. Hey. Deze video heeft geweldige ratings gekregen. Het is een video van Sophie Melzink en hij duurt 34 seconden. 34 seconden! That's pretty nice! Het zijn high quality foto's. In slow motion natuurlijk, want dat moet. Zonder muziek. Voor die silent fap. Dit is... Wauw. 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 En dan vraag ik me af, why the fuck zijn die comments hier zo goed op? Kolo goeie. Langere video, het fappen was kapot lekker. Ha. Amazing. Je ziet geen einde al. Oh, daar gaat de popfilter uit. Je ziet niks. Wat gebeurt er met de jeugd? Jullie groeien op met de verkeerde shit. Video's van 34 seconden. Nee, sorry, kort. Ik kijk niet naar haar op aanvraag. Je kan aan FAP-video's dus vragen of hij een video maakt over iemand. Dus stuur jouw verzoekjes naar FAP-video's. Voor jouw verzoekje. In een video van 34 seconden. En dan krijg je een aantal slow-motion foto's. Waar je echt heel veel geweldige shit op ziet. Wauw. Ho! Oké, er is wel... para. Klaar op 1.04. Ja, deze mensen houden het niet zo lang vol. Dus dan moeten deze video's toch geweldig zijn. Ik bedoel, je ziet hier een grote blauwe bol. En dan zie je een... slipje. Misschien moet ik dit ook eens proberen. Snap je, als deze mensen... Ja, 34 seconden. Hoewee! Ik weet niet waar zo gek is aan. Ik probeer het ook te begrijpen, maar het kan niet. Shoutout naar alle jonge fappers. Shoutout naar alle channels die deze video's maken. Shoutout naar iedereen die deze video mogelijk heeft gemaakt. Ik wil een shoutout doen naar What the Fap Nederland. Fap Videos Nederland. Naar leuke filmpjes. Ben ik één vergeten? Naar, beste fap video's. Hey, blijf doen wat je doet.
Blijf uploaden wat je wil. Blijf maken wat je wil. Blijf content creëren. En jullie zijn de 8 YouTubers die we willen zien. Boys. Ik ga een nieuwe mic fixen. Want, tot de volgende keer. We hebben een fort. Hallo, mijn naam is Nathan van der Gunst. Ik ben 18 jaar en ik speel 20 uur Fortnite per dag. Ik heb momenteel